In de supermarkt koop ik eigenlijk altijd verse groenten, omdat het gezond en lekker is. Minder vaak koop ik groenten in een pot. En niet zozeer omdat ik denk dat het minder lekker is, maar ik heb gewoon het idee dat het minder gezond is. Want zitten er in groenten in pot nou minder vitamine? Ik geloof niet dat die vitamines zomaar weglopen, dus nee, daar geloof ik niet in. Ik denk dat in verse groenten gewoon nog meer, ja, omdat het vers is, dat daar gewoon meer vitamine in zitten. Zo, Nicole, ik sta hier nu met een rode kool in mijn handen. Maar wat moet er nou allemaal gebeuren om deze rode kool uiteindelijk in een potje te krijgen? Nou, het begint eigenlijk al bij het zaadje op het land, wat we speciaal selecteren, want we werken echt met gespecialiseerde rassen. Vervolgens controleren we eigenlijk de teelt gedurende de groei. Er lopen speciale mensen rond op het land, fieldmen, die kijken of de kolen goed groeien, hoe ze groeien en wanneer ze klaar zijn om geoogst te worden. Er zijn echt speciale mensen voor in dienst? Ja, inderdaad. Ja. Wauw. Dan als ze groot genoeg zijn om geoogst te worden, dan worden ze met de hand met een mes afgesneden. Het wordt echt met de hand geoogst om ook te zorgen dat het mooiste product eigenlijk in de pot terecht komt. Maar hier liggen zoveel rode kolen. Komen die allemaal in een pot terecht? Ja, allemaal. Ja. Ik wil er heel graag meer van zien. Nou, gaan we kijken. Loop maar mee. Oké, even deze er nog bij leggen. Dag! Rode kool tot in het potje. Wat gebeurt hier? Hier worden de kolen handmatig gericht, zodat ze optimaal ontpit kunnen worden. En dat wil zeggen dat het harde middenstuk eruit geboord kan worden, zodat er geen harde stukken in de kool terechtkomen die uiteindelijk in de pot terechtkomt. Dus er blijft alleen de zachte kool blijft over en die wordt gesneden. Maar hoeveel stappen moet de rode kool eigenlijk doorlopen voordat hij in de pot terechtkomt? Nou, dat zijn 6 stappen. Dus het wordt geschoond, wordt ontpit, ontbladerd, wordt gesneden, geblancheerd en dan vervolgens wordt het afgevuld in de pot. Gedurende dat hele proces doen we heel veel verschillende kwaliteitscontroles om te zorgen dat ook echt alleen de beste kool in die pot terechtkomt. Nou, dit is eigenlijk de laatste stap in ons proces. Hier worden onze producten houdbaar gemaakt en dat gebeurt eigenlijk door een traditioneel wekproces. Is het dan wekken zoals onze oma's dat vroeger deden? Ja, eigenlijk wel, maar dan op grote schaal. De mensen deden dat vroeger omdat er nog geen koelkasten waren en vers nog niet het hele jaar door verkrijgbaar was. En wat ze in het seizoen vers van het land oogsten, dat stopten ze dus in een pot door het te wekken. En daardoor konden ze het hele jaar door groenten eten, vers van het land. Je snapt natuurlijk wel dat ik dit ook wil gaan testen. Of dat net zo lekker is als vers, hè? Ja. Ja, en dat gaan we doen. Lekker. Ik proef eigenlijk geen verschil. Nee. Worden hier nou conserveringsmiddelen aan toegevoegd? Nee, er worden helemaal geen conserveringsmiddelen toegevoegd. Het wekproces dat door middel van hitte en vacuüm gebeurt, zorgt ervoor dat het product lang houdbaar is. Heb je geen conserveringsmiddelen meer nodig. En wat ik nou echt zo graag wil weten, blijven die vitamines en mineralen wel houdbaar in zo'n pot? Ja, want we halen ze van dichtbij, binnen een straal van 125 kilometer, stoppen we ze zo snel mogelijk in de pot en dan wordt het vacuüm getrokken en verhit en dan blijven de vitamines daardoor goed bewaard. Maar verse groente blijft toch altijd beter? Nou, dat is niet per se zo. Wij zeggen altijd van verse groente die je uit het seizoen van dichtbij haalt en het ultieme is dan je eigen moestuin. Die zijn gewoon het allerlekkerste en die bevatten ook heel veel voedingsstoffen.
Maar eigenlijk daarbuiten maakt het helemaal niet zo veel uit. Hè? Dus verse groenten die de rest van het jaar van ver komen, zijn vaak lang onderweg. En alles wat lang onderweg is, verliest ook voedingsstoffen. En dan maakt het eigenlijk helemaal niet meer uit of je vers eet of uit een pot. En dat zegt het voedingscentrum ook. Nou, helemaal goed. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Eet smakelijk. Groenten in een pot zitten dus evenveel vitamine en mineralen in als in verse groenten. En het is net zo lekker en net zo gezond. Tudu tudu tudu.